hoe kun je je mobiel opladen terwijl je loopt? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, ik weet niet hoe het met jullie is, maar mijn iPhone is meteen op het einde van de dag op. Ik WhatsApp te veel, denk ik, of Facebook te veel. En dat is best wel irritant, want je moet hem inderdaad elke avond weer aan het net leggen. Zou het niet nou echt niet zo kunnen zijn dat je bijvoorbeeld... Ja, bij mij zit heel veel energie, nu vooral, maar ik zou als stamp en zo. En er komt allemaal energie vrij. Ik sta hier onder lampen, dus heb ik een extra warm. Maar normaal gesproken, ja, dus mijn lichaamstemperatuur is 36 graden of 37 graden. De omgeving is 20 graden, dus kan ik niet dat temperatuurverschil ook omzetten in energie. En eigenlijk is dat wat de mensheid heel lang heeft bezig gehouden. Kunnen we inderdaad materialen maken die dat hebben? En zelfs al 300 voor Christus was men al de eerste proefjes aan het doen op bepaalde materialen, want er was een bepaalde materialen, dan sloeg je op en dan vonkte dat. Dus er kwam energie bij vrij. Eigenlijk de vuursteen misschien al dit, maar in ieder geval dat soort materialen dachten van, goh, is dat mogelijk om dat te kunnen doen? Het is een beetje tot 1830, 1840 geduurd, voordat de gebroeders Curie echt een materiaal konden vinden dat soort effecten heeft. Ja, we noemen dat ook wel piezo-materialen. Kom er zo meteen nog wel op terug. Maar dat zijn inderdaad dus materialen die gebruik maken van de energie zoals we die kunnen opwekken. Dus ik weet het wel, als dat inderdaad een materiaal is die energie opgeeft, kunnen onze sportschoenen, ja, dan kunnen we die sensoren inbouwen. En vervolgens kan die bijvoorbeeld de mobiele telefoon opladen. Maar ze kunnen ook alle informatie verzamelen tijdens het hardlopen. En langzamerhand zie je dat ook. Als je nou naar de winkel gaat, dan kun je leuke schoenen kopen met allemaal dat soort gadgets. Maar piezo-materialen, nou, daar kennen we eigenlijk best wel veel. Zoals de aansteker heeft dat ook. Ik sla erop, tak. En in ieder geval loopt de gas, maar de klik die je hoort, dat is een stukje materiaal. Daar komt energie bij vrij en die energie, dat vonkje, dat komt met een beetje gas en daardoor hebben we de aansteker. Ik heb hier een stukje van dat piezo-materiaal. En daar heb ik al een leplampje aan vastgezet. Dus als ik hier dus op sla, nou ja, dan moet er dus energie gaan. En misschien dat het leplampje gaat branden. En zie je dat of niet? Dus je hebt dit soort materialen. Hoe kan dat nou, dat als een materiaal, als je daar kracht op uitoefent, dat we dan zeg maar energie opleveren? Want een van de piezo, meest toegepaste effecten van de piezo, is de inkjetprinter. De inkjetprinter zijn hele kleine druppeltjes. Er is als het ware, je hebt een vloeistof en je slaat als het ware met de piezo-materiaal. Zet iets uit, pats! En dan komt een druppeltje uit een heel klein gaatje. En hier zie je heel mooi, dat boven is zeg maar de kop van zo'n printer. Dan komt een druppeltje uit. Een druppeltje ziet er eerst niet uit. Maar na een paar seconden, of na een paar tiende van de seconde, zie je dat het een heel mooi gevormd druppeltje is. Dat zijn dus van dit soort hele mooie kristalletjes die er gebruikt zijn. Hoe ziet zo'n kristalletje eruit? Dat zien we hier en deze animatie. Het is eigenlijk een kristalstructuur zoals we hier ook hebben. En dan zie je dan dat er middenin is een atoom. En die zit los. Als het ware, normaal gesproken in zo'n kristalstructuur zitten alle elementen, alle atomen zitten heel vast in elkaar. Maar in dit materiaal niet. In dit materiaal kan die binnenste atoom kan bewegen. Nou, dat is eigenlijk wat we zien. Dus je slaat erop en dan gaat dat atoompje trillen. En dan geeft het een signaaltje af. Wat niet echt de natuur wil. De natuur wil juist dat alles heel erg goed vast zit. Nou, dit zijn weer typisch materialen. En we noemen dat ook materialen bestaande uit lood, zircoon. Uit verschillende elementen. Die eigenlijk niet passen bij elkaar, maar wij dwingen ze om zo'n kristalstructuur te maken. En daardoor krijgen ze zo'n piezo-effect. Als we dan nog verder gaan kijken naar de piezo-materialen zelf. Dan zien we dat er, het volgende plaatje, dat is namelijk dat we dus een materiaal kunnen maken. Die als het ware de bewegingen kan omzetten in een signaal.
wat is een beweging bijvoorbeeld? Is je hart. Dus als we dit soort piezo-materialen kunnen maken, en het is een hele dunne laag, en we kunnen dat implanteren, ook aanbrengen op je hart, zou de beweging van je hart zou energie opwekken. En die energie kan je bijvoorbeeld gebruiken om een pacemaker te voeden. Het nadeel is, dat begrijp je natuurlijk ook wel, ja, die kristalstructuur moet ontzettend goed zijn. Want als het ratje toe is, ja, dan gaat het spannetje die kant op, daarop die kant. Ja, het effect is alleen maar als je prachtige laag bij laag van die kristallen groeit, waarbij we dus zeg maar echt in één richting maar die beweging hebben van die middelste atoom, zodat we er heel veel lagen hebben, doordat we behoorlijke, nou ja, opbrengst hebben van dit soort materialen. Dus dubbel, zeg maar, succes met dit soort techniek. Nou, naast een piezo, want ik zeg maar, bewegen, dan krijgen we energie, is er ook nog iets anders. En dat is namelijk in rond 1830 kwam Peltier en ook Seebeck, die was zelfs nog iets eerder, die maakte dezelfde, die vond dat als je een temperatuursprong hebt, een temperatuursprong over een bepaald materiaal, dat het materiaal ook dan een spanning geeft. Het wordt gebruikt vroeger in thermostaten en dergelijke. Hè, dus dat temperatuurverschil, dat je dat kon lezen, dat je daar een paar spanningje afkwam. Maar er is nogal meer. En dat is namelijk, eigenlijk is het zo dat warmte is iets waar we heel weinig mee doen. Ik heb hier bijvoorbeeld, ik moet zeggen, ik ben dol op gadgets, dus deze was ook wel erg leuk, vond ik zelf. Maar onder de iPad zit een warmtecamera. Dus ik kan, dus als ik publiek, in het publiek zie je precies wie nou aandachtig zit te luisteren of niet. Nou, wie warmbloedig is of niet. En dat is eigenlijk heel, heel bijzonder, want het is allemaal energie die verloren gaat. Is eigenlijk hartstikke zonde dat we niks doen met dit soort energie, met die warmte-energie. Nou, dat heeft natuurlijk mensen toegebracht. Zou je inderdaad in staat zijn om dat zo gecontroleerd te maken, het materiaal, dat je dat kan doen. Ik heb ook even het Peltier-element meegenomen, om te laten zien dat het ook echt zo is. Dus dit is een Peltier-element. En op de achtergrond zullen we daar wel een tekening van zien, een principe van zien. Dat is eigenlijk een materiaal wat dus weer twee verschillende eigenschappen heeft. De ene, warmte heel goed geleid en de andere elektriciteit goed geleid. En eigenlijk zit dat niet in hetzelfde materiaal, maar we kunnen dus een isolerende werking heeft aan temperatuur en een geleidende werking heeft qua elektronen. En je ziet, als ik mijn hand erop leg. En het komt dus door het temperatuurverschil tussen dat blokje en mijn hand. Maar dat begrijp je wel. Toch? Dus die twee verschillende eigenschappen, die moeten we dus combineren. Wat nou het bijzondere is, dat we in staat zijn om dat te kunnen maken. We kunnen dus een materiaal maken. En dan zie je hier een voorbeeld van. Hè? Dus die twee verschillende eigenschappen heeft. De ene kant is isolerend is en de andere. En dit lijken streepjes, maar zoom je in, dan zie je rechts, dan zie je de atomen liggen. Dus het zijn tientallen laagjes op elkaar, die telkens wel voor zorgen dat er dus niet een kortsluiting is, van een thermische kortsluiting is. Want als dat zo is, ja, als het hier 24 graden is, niet 36, en dan heb je een hele goede warmtegeleider, ja, dan zul je daar nooit een temperatuurverschil zien, want dat materiaal past zich meteen aan. Maar in dit geval is het een isolator qua temperatuur, een hele goede geleider qua elektriciteit. Dus dit soort materialen, zoals je hier ziet, hebben die gecombineerde eigenschap. Nou, dat is op zich natuurlijk al voor de mensen fysica heel interessant, want hoe kan dat? Welke materialen heb je daarvoor nodig? En welke elementen? Kan je dat heel goedkoop maken? Kan je dat? Ja, dat is een dunne laag. Dus dat maak je weer als een soort coating. En dat is eigenlijk de volgende stap die we aan het doen zijn. Hier zie je daar een voorbeeld van. We kunnen dit soort materialen kunnen we maken, bijvoorbeeld echt als implantaat. Dus we hadden net een voorbeeld waar de hartslag, zeg maar, de beweging van de hart, levert je energie op. Hier is het zo dat zeg maar, de lichaamstemperatuur energie levert aan dit soort materialen.
En dat kan je nog versnellen door een koud washandje op je borst te doen. En dan geeft het nog meer energie af. Dus dit zijn materialen die we gaan integreren in je lichaam, om zo te kunnen laten zien, zeg maar, hoe je energie kan halen uit dit soort materialen. Energie kan halen uit materialen voor bijvoorbeeld implantaten. Maar dat niet alleen. Je ziet tegenwoordig dat steeds meer meetinstrumenten, ja, die gaan kijken naar de gesteldheid van je lichaam. Hoe ziet jouw bloed eruit? Hoe is de binnenkant van je hart? Bijvoorbeeld, is er een beginstadium van kanker in je lichaam? Nou, dit soort materialen proberen we te ontwikkelen, maar hoe dan ook, die instrumenten hebben energie nodig. En dit zijn nou typisch voorbeelden waarbij we energie kunnen gebruiken van dit soort materialen om die implantaten te kunnen voeden. Dus we kunnen niet alleen ons mobieltje opladen met onze schoenen of met het textiel die we zien, maar ook, we kunnen het juist gebruiken om, hier zie je een voorbeeld, hè, dus een shirt waarin je dus inderdaad direct je mobiel kan opladen door de temperatuurverandering die zo'n shirt ondergaat omdat je het op je lichaam draagt. En dat niet alleen, maar we zullen zien dat we dat materialen ook kunnen gebruiken, zoals we dat noemen, voor het vroeg opsporen van bijvoorbeeld kanker. En dat is het volgende college.